Eerder dit seizoen in Amsterdam speelde AFC nog onder Duchatinier en Achilles 29 onder Meijers. Dat won Achilles, weliswaar geflatteerd, maar toch met 3-0. Vanmiddag zou Achilles voor AFC geen probleem mogen zijn. Maar AFC komt wel op achterstand. Een domme overtreding ging eraan vooraf en Mehdi Nakadi zorgt al in de 11e minuut voor een 1-0 voorsprong voor de enige ploeg in de tweede divisie die al is gedegradeerd. AFC een klein kwartier later. Goeie aanval vanaf de rechterkant. Ignacio loopt met opzet langs de bal. En de gelijkmaker ligt in het Achillesdoel en komt van de voet van Van den Brink. AFC dat het niet alleen aan zijn stand, maar sowieso vanwege de problemen waarin de ploeg toch zit, verplicht is dit duel royaal te winnen. Nog steeds de eerste helft. We zitten inmiddels 10 minuten voor rust. Veel ruimte voor Achilles 29, dat inmiddels onder Arno Arts zijn best doet. En meer dan dat zelfs, want het wordt 2-1 voor Achilles via Christophe Diaz Oliveira. Potveer, de doelman van AFC, ziet er niet helemaal goed uit. En de thuisploeg dus op voorsprong. Een enorme mogelijkheid voor Ignacio. We zitten inmiddels een flink end in de tweede helft. En de belangrijke mensen van AFC zien het lijdzaam aan, want dit gaat niet goed met hun ploeg. Of toch, Ignacio met de gelijkmaker. 8 minuten voor tijd ontsnapt AFC dan toch in Groesbeek. Goeie goal van Ignacio. Hij kwam in de winterstop. En hij schiet bijna in zijn eentje AFC wellicht in veiligheid aan het slot van de competitie. Maar het gaat nog bijna mis. 2 minuten voor tijd. Het is dat Kwee redding brengt op de doellijn. Op de inzet van Smit. Anders verliest de AFC. Nu komt het met een bloedneus weg. En zeggen en schrijven 1 punt. En dat is te weinig. AFC Amsterdam in de tweede divisie. Eindstand 2-1.